Yo, dames en heren, jongens en meisjes, je ziet dat Carly op je beeldscherm bent met Space Cadet. En deze week is iets heel bijzonders, want de vrouwen van de lichte zeden zijn weer open. Oftewel de piep. Wat betekent, je kan erop. Het zal wel vol staan met vieze mannetjes en toeristen. Dus Space en ik breng even een bezoekje. Ik heb mijn zak nog vol zitten. Is het raar te zeggen dat mijn vriendin hier werkt? Ik wil neuken als jij betaalt. Neuken 35. Ze werkt niet zo hier. Echt letterlijk daar zo. Casa Rosso, iedereen kent hem wel. Ze zijn eindelijk weer open. Ik ben wel echt heel blij dat ze weer terug zijn. Dank je, ik ben hartpatiënt, ik drink een biertje. Ben je aan het genieten? Ja, zeker weten. Heb je al lekker... Ja, een stuk drukker worden dan nu, hè? Nu het weer in omloop is hier. Bent u blij? Staat u te springen van vreugde? Of, Nou, niet zo. Met 50 kilo ga ik gewoon een boodschap voor de hele week doen. Ja. Laat de hoeren hier ook! Eten is belangrijk. Ben jij een beetje een seksmachine, Kali? Ja, bro. I can fuck all day, man. Ik hoor je had last van je latin. Ja, doe het, bro. Werk YouTube-kanaal van. Wij zijn van Sex in the City. Keep it on the lolo. Keep it on the lolo. Bent u al langs geweest? Heeft u al even... Nee. Wel van plan? Dus... Nee. Ik vind het zonde van mijn geld. Ik ga echt niet betalen voor dit, broer. We gaan niet neuken. Ja. Heb je zak nog vol? Welke zak? Ja, mag ik jou misschien wat vragen? Nee. Mensen zijn een beetje schuw, man. Ja, vind ik gek. Hey, Wannen zijn weer open, bro. Het is feest vandaag. Wat doet dat met je? Nou, met mij eigenlijk niet zoveel. Vrij weinig. Nou ja, weet je, het is ook... Sta je te popelen? Nou, ik moet eerst even de maag vullen. Komt hij uit Amsterdam of? Nee, Amsterdam. Je komt wel helemaal van het Amersfoort hier naartoe om even een rondje over de Wallen te lopen. Wat doe je hier? Space is even pacha aan het slaan. Hij kon de heat niet meer aan, man. Hij is even aan het masturberen. Doe je zelf. Meiden, geniet van je werkdag. Ik ga niet hier komen om zeg maar 50 euro uit te geven voor een kut. Ja, het heeft wel wat, maar het is ook heel ordinair. Is dat radio of zo? Dit is van de radio inderdaad, ja. Omroep Brabant zijn wij van. Heb je er ook prostitutie? Ja, alle vrouwen. Dat is wauw. Ja, ik vind het wel leuk hoor. Ja. Wij willen gewoon de Wallen behouden. We willen het oude terug. De red light, zoals ze het noemen in Azië, Amerika, overal. Dat hoort bij Amsterdam. Dat is erfgoed. Het is wel goed dat ze er zijn, toch? Want sommige mannen die kunnen gewoon niet aan de bak komen, toch? Ja, zo ben je opgeleid. Jullie hebben geluk dat jullie knappe mannen zijn, anders dan, weet je. Het is gewoon, zeg maar, ieder zijn ding. Snap je? Ik neem het hun niet kwalijk dat ze het doen. Ze hebben sowieso een reden waarom ze dat, snap je? Maar als je eigen dochter of zo iets zou doen? Nee, maar daar zou ik helemaal niet aan denken. Man. Je kan wel volgens mij veel geld verdienen zo. Ja, je neemt dat geld niet mee. Ik bedoel, als je doodgaat, kan je niets meenemen. Nee, dan kan je wel dikke boodschappen doen, toch? Ja, maar hoeveel boodschappen ga je halen? Wat voor de krant of welke tv? We zijn van Parra TV. Dus nou kom ik erop? Ja, nou kom jij erop, ja. Hey, we zijn er, man. Lekker weertje. Zullen we ermee kappen anders? Wow, ik zeg je eerlijk man, de Wallen waren vroeger een hype moment, dus nu iets minder druk bezocht. De echte Amsterdammers zijn er nog steeds, de mensen van de winkels en de shops zijn blij dat ze weer open mogen. Maar de echte tyfus, hoerenloper, die heb ik nog niet gezien. Ik ga even naar binnen. Hey.